Ik kolf niet alleen voor mijn baby, maar ook voor mijn vader met kanker. 5 jaar geleden, bij de geboorte van mijn dochter Elin, startte mijn borstvoedingsavontuur. Gelukkig had ik een fijne start en kwam mijn borstvoeding goed op gang. Ik voedde Elin op verzoek en ze groeide hier goed op. Ik verwonderde me iedere keer weer over alle wonderlijke feiten en voordelen die ik las over borstvoeding. Na een paar maanden kregen we de schrik van ons leven toen mijn vader het bericht kreeg prostaatkanker te hebben. Vanaf dat moment kolfde ik niet enkel voor mijn dochter, maar zette ik alles wat ik kon missen apart voor hem. In deze video vertel ik je graag waarom ik dit ben gaan doen, wat onze ervaring hiermee is, waar je voor moet oppassen, waarom je niet hals over kop online donormelk moet gaan kopen en verwijs ik naar een aantal interessante artikelen waar je meer kan lezen over dit onderwerp. Mocht je na het zien van deze video nog met vragen zitten, schroom dan niet om je vraag hieronder te plaatsen. Ik ben Anne-Marije, geboortecoach, postpartum doula en oprichter van de Birdmind Academy. En ik hoop een heleboel moeders te kunnen helpen om van hun zwangerschap, bevalling en postpartum periode een fijne ervaring te creëren, waar ze met veel positiviteit en liefde op terugkijken. Voor meer informatie en tips, zorg dan dat je geabonneerd bent op mijn kanaal en druk op het belletje, zodat je geen van mijn toekomstige video's mist. Sommige mensen in mijn omgeving kijken verbaasd als ik ze vertel dat ik niet enkel melk kolf voor mijn kindje, maar ook voor mijn vader met kanker. De een kijkt er misschien wat vies bij als ik het vertel, maar gelukkig vindt het overgrote deel dit een onwijs mooi gegeven. Toen ik in 2017 het bericht kreeg dat mijn vader prostaatkanker had, ben ik als een malle op zoek gegaan naar The Cure. Natuurlijk wetende dat die er helaas voor deze rotziekte nog niet is, maar ik moest iets. Ik googelde op prostaatkanker, medicatie, natuurlijke voeding en oplossingen. En al snel stuitte ik op een bericht van de BBC over een Amerikaan met prostaatkanker die fijne ervaring had bij het drinken van moedermelk en een artikel uit Scandinavië dat een ingrediënt uit moedermelk tumorcellen doodde. Mijn hart ging sneller kloppen, want wellicht kon ik zelf gewoon iets voor mijn vader betekenen en stuurde dit natuurlijk meteen naar hem door. Het eerste artikel dat ik vond uit 2005 van de BBC News luidde The Man Who Swears by Breast Milk. De link kan je hieronder deze video vinden. Dit artikel vertelt over de Amerikaan Howard Cohen, tevens met prostaatkanker, die zweert bij het drinken van moedermelk. Hij verdiepte zich in zijn vorm van kanker toen hij in 1999 de diagnose kreeg en stuitte op een stuk literatuur van wetenschappers die in het laboratorium kankercellen hadden gedood met behulp van een ingrediënt uit moedermelk. Een team van de Universiteit van Lund in Zweden ontdekte dat een voor tumorcellen dodelijk gemaakte verbinding, menselijke alfa-lactobamine genaamd, hersentumorcellen in de reageerbuis doodde. Verdere studies toonden aan dat dezelfde verbinding wratten bleek te behandelen die worden veroorzaakt door een virus dat in verband wordt gebracht met baarmoederhalskanker. Zijn vrouw gaf zijn kinderen borstvoeding en ze waren grote voorstanders van de voordelen ervan. Want baby's die borstvoeding krijgen lopen minder risico op kanker, allergieën en infecties dan baby's die geen borstvoeding krijgen. Hij vond een melkdonor via een ex-collega. Nadat ze geen donor meer kon zijn, zocht hij een andere bron. De California Milk Bank stemde ermee in melk op recept te verkopen. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat het goed doet. Sceptici zeiden het volgende. Kankerspecialisten zeiden dat er geen bewijs was dat moedermelk kankerpatiënten kan helpen. Dr. John Stevens van de American Cancer Society zei dat het niet wetenschappelijk is getest. Pauline Sakamoto van de Moedermelkbank in Californië zei dat een deel ervan een placebo-effect kon zijn. Niemand weet het echt. Het is een groot gebied dat veel studie behoeft. Sommige patiënten geloven echt dat dit werkt. Gillian Weaver van de UK Association for Milk Banking verwelkomde meer onderzoek. En zelfs als er in de toekomst bewijs zou zijn dat het helpt, de voorraad donormelk in het Verenigd Koninkrijk zo schaars is dat de prioriteit bij te vroeg geboren en zieke baby's ligt. Na het lezen van dit bericht ging ik natuurlijk verder op onderzoek uit en kwam uit op het volgende artikel. Fighting Cancer with Daughter's Breast Milk. Dit bericht uit 2009 vertelt over een vader, Tim Brown, die zijn cornflakes eet met een extra ingrediënt, namelijk moedermelk van zijn dochter. Er was darmkanker bij Tim Brown geconstateerd 2 jaar eerder.
met uitzaaiing naar zijn lever en lymfeklieren en dat hij dus terminaal was. Chirurgie was uitgesloten en hij begon aan een chemokuur. Wanhopig om te helpen kwam zijn dochter op het idee om haar melk te doneren na het zien van een programma over moedermelk, waarin een man uit Amerika met prostaatkanker elke dag moedermelk dronk en hierbij zweerde dat het zijn tumoren had verminderd. Ook in dit bericht waren mensen sceptisch dat het werkt door een placebo-effect en het stukje hoop. Dit bericht deed me natuurlijk veel. Hoop kreeg ik er ook door, want in hetzelfde bericht waren wetenschappers voorzichtig optimistisch over het potentieel van moedermelk. Brown was niet de enige kankerbestrijder die zich wendde tot wat de wetenschappers de zeer alternatieve behandeling van het drinken van moedermelk noemden. Volgens de Food and Drug Administration zijn er intrigerende nieuwe ontwikkelingen die erop wijzen dat moedermelk het risico op kanker bij kinderen kan verminderen. Een eiwit in menselijke melk kan ervoor zorgen dat kankercellen zichzelf vernietigen, aldus de FDA. Er is veelbelovend onderzoek dat erop wijst dat er in de toekomst de oplossing voor niet alleen het voorkomen van kanker, maar zelfs het behandelen en genezen van kanker in menselijke melk zou kunnen zitten. Aldus Dr. Laurie Feldman Winter van het Cooper University Hospital in New Jersey. Dit bericht gaf me hoop dat ik echt iets kon betekenen voor mijn vader. En niet alleen ik, maar ook mijn zus en mijn zusje gaven op dat moment borstvoeding. Mijn vader greep dit aanbod met beide handen aan. Baat het niet, dan schaadt het niet. En hoe bizar dat op het moment dat hij de diagnose met prostaatkanker kreeg, zijn drie dochters melk konden doneren. Zelf heb ik Elin 2 jaar lang gevoed en zo kon ik hem 2 jaar lang voorzien van moedermelk. Ik gaf hem wat ik kon missen. Natuurlijk was dit de ene keer meer dan de andere keer. Maar we kolfden allemaal zo hygiënisch mogelijk, zodat de melk lang genoeg houdbaar in de vriezer en lang mee kon en hij kon doseren. En waar mogelijk gaven we hem verse melk. Bij de geboorte van mijn tweede kindje, Elias Jones, ben ik wederom direct weer voor mijn vader gaan kolven. En omdat ik nu na 2+ jaar nog steeds voed, hoop ik zo lang mogelijk nog mijn vader te kunnen voorzien van moedermelk. Natuurlijk is er nog geen wetenschappelijk bewijs dat moedermelk het medicijn is voor kanker. Maar wat we persoonlijk hebben ontdekt is dat op het moment mijn vader moedermelk drinkt tijdens zijn chemobehandelingen niet ziek wordt. Drinkt hij niet, dan wordt hij doodziek, zoals je wel vaker hoort bij chemo. Dit gegeven alleen al is zo wonderlijk en ik ben zo dankbaar dat ik enkel al dit stukje verlichting voor hem kan betekenen. En onlangs stuitte ik op een ander artikel uit 2021 waaruit dit gegeven nog eens werd bevestigd. En ik echt dacht van, zie je wel, niet enkel een placebo-effect. Het artikel komt van de Vanderbilt University en luidt: Sugar compounds in breast milk relieve uncomfortable side effects caused by chemotherapy. Dit artikel vertelt over 2 onderzoekers van de Vanderbilt die suikerverbindingen in moedermelk hebben geïsoleerd die verborgen maar levensveranderende negatieve bijwerkingen van kankerbehandelingen kunnen verlichten. Traditionele chemotherapie vernietigt kanker door snel groeiende kankercellen te doden en heeft verschillende zichtbare bijwerkingen zoals huiduitslag, haaruitval, blauwe plekken en meer ernstige reacties van patiënten op chemotherapie zijn diarree, misselijkheid, buikpijn, bloedingen en ondervoeding. Deze symptomen worden veroorzaakt door mucositis, een ontsteking die epiteelcellen vernietigt en kan leiden tot zweren in de bovenste deel van de spijsverteringskanaal en de dunne darm. Mucositis leidt hoogstwaarschijnlijk tot een verminderde levenskwaliteit en onderbreking van de kankerbehandeling. Stephen Townsend, universitair hoofddocent scheikunde en Fan Yang onderzoeksprofessor kindergeneeskunde en cel- en ontwikkelingsbiologie, hebben ontdekt hoe een suiker in menselijke moedermelk 2-fluoxylactose de schade aan de dunne darm vermindert die wordt veroorzaakt door chemotherapie geïnduceerde mucositis. In het beginstadium van hun onderzoek waren Townsend en Jan, die ook lid zijn van het Vanderbilt Institute for Infection, Immunology and Inflammation, geïnteresseerd in het vermogen van moedermelk om een gezonder maag-darmstelsel te ondersteunen bij baby's die borstvoeding krijgen, in vergelijking met baby's die flesvoeding krijgen.
Van daaruit stelde zij de hypothese dat suikers uit moedermelk de schade aan het darmslijmvlies van kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan zouden kunnen verminderen. Na induceren van darmslijmvliesontsteking diende Jan en Townsend 2-fluoxylactose toe en ontdekte dat de suiker met succes epitheliale celdood bij muizen voorkwam. Deze resultaten wijzen erop dat 2-fluoxylactose een veelbelovende verbinding is om de meest ongemakkelijke bijwerkingen van chemotherapie te voorkomen. Verder dreigt er geen toxiciteit bij zware blootstelling aan deze melksuikers, aldus Townsend. Baby's krijgen 20 tot 25 gram van deze stoffen per dag binnen via de moedermelk. Er is geen toxiciteit verbonden aan het aspect moedermelk, zei hij. De link naar de rest van dit artikel vind je tevens onderaan deze video. Is moedermelk de cure voor kanker? Dat is nogal een uitspraak die veel wenkbrauwen doet fronsen. We duiken nog even dieper in op het Hamlet-verhaal uit het eerste artikel. Zoals gezegd vonden onderzoekers stof in moedermelk met de bijnaam Hamlet, die kankercellen doodt zonder gezonde cellen in de buurt aan te vallen. De volgende link is naar een video-interview dat over Hamlet gaat. Een tumordodend eiwit-lipidecomplex gevormd door 2 natuurlijk voorkomende moleculen uit moedermelk. Het tumordodende complex Hamlet wordt gevormd wanneer gedeeltelijk ontvouwd menselijk alfa-lactobumine zich bindt aan een lipide. Deze ontdekking vond plaats toen 2 Zweedse onderzoekers op zoek waren naar nieuwe antimicrobiële stoffen waarvan verse moedermelk een uitstekende bron is. In het video-interview met professor Swanboer vertelt ze dat deze ontdekking op een dag toevallig in het lab gebeurde. Tijdens een experiment hadden ze menselijke cellen en bacteriën nodig en om praktische redenen kozen ze menselijke tumorcellen. Tot hun verbazing stierven de tumorcellen toen ze deze melkverbindingen toevoegden. Het Hamlet-onderzoeksteam gelooft dat Hamlet een reactie veroorzaakt met een eiwitlipide zodra het de darm binnenkomt, genaamd alfa-lactobumine, dat vervolgens kankercellen begint aan te vallen. In een paar dagen tijd worden de kankercellen aangevallen en gedood en uitgescheiden via de urine. Swanboer vertelt in de video dat oliezuur en alfa-lactobumine overvloedig voorkomen in moedermelk en samen een tumordodend complex vormen. In het volgende artikel, Research Shows It Can Destroy Cancer Cells uit 2019, vertelt de Donna Walls, die onder andere lactatiekundige is, tevens over Hamlet. En een andere proefstudie die in 2007 werd uitgevoerd door het Academisch Ziekenhuis Motol in Praag, die onder toezicht stond van wetenschappers van de Universiteit van Lund in Zweden. Hierin bleken bij 8 van de 9 patiënten tumorcellen via de urine te verdwijnen, slechts 2 uur nadat zij een geneesmiddel met alfa-lactobuminecomplex hadden gekregen, wat resulteerde in een verminderde tumorgrootte. In een nog andere studie met 40 kankerpatiënten met moeilijk te behandelen blaaskanker werd vastgesteld dat alle 20 die een geneesmiddel kregen op basis van het alfa-lactobuminecomplex hele tumorfragmenten in hun urine hadden. Dit complex van alfa-lactobumine en vetzuren wordt Hamlet genoemd. Human alfa-lactobumin may lethal to tumor cells. Dit complex induceert apoptose, wat gedefinieerd wordt als celdood, celdoding of geprogrammeerde celdood. Aangetoond is dat Hamlet antitumoreffecten heeft op meer dan 40 verschillende lymfonen en carcinomen. Ook waren deze cellen in staat onderscheid te maken tussen kwaadaardige cellen en normaal functionerende cellen en oefenden zij hun antitumoreffecten niet uit op gezonde cellen. Hamlet Pharma zal in ieder geval verder gaan met Hamlet te ontwikkelen tot een nieuw kankergeneesmiddel. In een ander artikel, Can Breast Milk Treat Prostate Cancer, vond ik nog een ander onderzoek. Dit is een project gefinancierd door het Oostenrijkse Wetenschapsfonds. Onderzoekers van de Universiteit van Graz veranderden een peptide in moedermelk zodat het specifiek kankercellen zou detecteren. De stof is dan in staat celdood te veroorzaken. Hoe werkt dat? Kankercellen hebben negatief geladen moleculen genaamd fosfatidylserine, PS, op hun buitenste membraan. PS kan dus een marker of indicator voor kanker zijn. Dit bracht een team van de Universiteit van Graz ertoe om een stof te ontwikkelen die PS kan aanpakken. Meer specifiek wijzigden zij een actief deel van het peptide lactoferriserine.
lactoferriserine voedt pasgeborenen en helpt bij de opbouw van een sterk antimicrobieel afweersysteem. De peptide is een eerste verdediging van het lichaam tegen negatief geladen cellen zoals schimmels, bacteriën en gemuteerde cellen, waaronder kankercellen. Het positief geladen peptide wordt aangetrokken door de negatief geladen PS op kankercellen, hecht zich daaraan vast en zorgt ervoor dat ze sterven. De gemodificeerde peptiden zijn echter niet schadelijk voor gezonde cellen als ze niet te actief worden gemaakt. Wetenschappers hebben verschillende varianten van lactoferriserine getest op glioblastoma, hersenkanker en melanoma, huidkankercellijnen in muizen. Het peptide veroorzaakte een gemiddelde regressie van 85% bij melanoma-cellijnen en tot 50% bij glioblastoma-cellijnen in vergelijking met onbehandelde kanker bij muizen. Waarom niet? Nu klinkt dit allemaal super veelbelovend, maar ik wil je wel waarschuwen niet naar de eerste beste donor te rennen. Het artikel Why Cancer Patients Won't Find a Cure in Drinking Human Milk They Get Online vertelt Sarah Steele van de University of Cambridge over de misvattingen en de risico's. In dit artikel wordt verteld over hoe na het bericht over Hamlet een golf van mensen moedermelk online wilde kopen, in de hoop dat het hun ziekte zou genezen. De trend resulteerde in een toename van het gebruik van de hashtag #FreezerStash. Anderen wenden zich tot commerciële verkoopsites en smeekten wanhopig om donaties. Echter, veel van de online handel is bedoeld voor zuigelingenvoeding. Veel volwassenen zoeken nu moedermelk in de hoop dat het de ziekte of die van hun geliefde zal genezen. Anderen zien de melk als een aanvullende therapie. En sommigen zien het als een voedzame drank met immuunversterkende eigenschappen die beter verteerbaar is dan andere melk. Het wordt gezien als clean food, in tegenstelling tot industrieel geproduceerde koemelk of soja en dus veiliger. Veel van deze info, zo stelt Sarah, is onjuist. Het eerste misverstand volgens Sarah is dat er bij de Hamlet-studie geen menselijke melk werd gedronken. Om tumor te bestrijden moet het eiwit worden gewijzigd, wat wetenschappers hebben gedaan door het eiwit gedeeltelijk open te vouwen en er een vetzuur aan toe te voegen. Zonder dit proces, met name het toegevoegde vetzuur, heb je alleen het alpha-lactobumine-eiwit, niet Hamlet. Ik ben natuurlijk geen arts, maar dit strookt wel tegen de uitspraak van professor Swanborg, die stelt dat oliezuur en alpha-lactobumine overvloedig voorkomen in moedermelk en samen een tumorceldodend complex vormen. Ten tweede zegt Sarah dat hoewel moedermelk optimale voeding is voor baby's en peuters en hun immunologische voordelen biedt, de darm van een volwassene zodanig functioneert dat veel van de voordelen verloren gaan. De maag van een volwassene is zuurder en heeft ook andere enzymen die harder zijn voor moedermelk. Daardoor krijgen volwassenen niet dezelfde voordelen als zuigelingen. Toch spreekt het Van der Bilt-onderzoek ook deze bewering tegen. Kortom, er heerst nog wel genoeg onduidelijkheid over dit onderwerp. Ten derde kan het drinken van andermans freezerstash riskant zijn en consumenten blootstellen aan bacteriële, virale en besmettingsrisico's. Moedermelk is niet per definitie clean food. Hoewel velen die online melk aanbieden verklaren dat ze gezond zijn, geen medicijnen of cafeïne gebruiken, bepaalde diëten eten, zoals biologisch, veganistisch of vegetarisch, en de melk in hun vriezer bewaren, betekent dit niet dat de melk veilig of schoon is. Zoals bij alle voedsel of drank zijn er bacteriën aanwezig. En de bacteriën die door voedsel overgedragen ziekte veroorzaken, kunnen gemakkelijk groeien wanneer menselijke melk niet correct wordt gekolfd, opgeslagen of behandeld. En hoewel goed bedoelde moeders misschien met de beste bedoeling kolven en hun melk aanbieden, kunnen zij onwel geworden mensen blootstellen aan virussen. Sommige online handelaren vermelden dat ze getest zijn op HIV en vrij zijn van andere infecties, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met veel voorkomende virussen, zoals het cytomegalovirus, die in melk kunnen terechtkomen en een diepgaand effect kunnen hebben op mensen die ziek zijn. Veel gezonde mensen zijn besmet met het cytomegalovirus en hebben weinig of geen symptomen. Maar voor mensen met een verzwakt immuunsysteem kan dit virus ernstige ziekten veroorzaken, waaronder longontsteking en zwelling van de hersenen. Menselijke melk van melkbanken wordt gepasteuriseerd en getest op ziekteverwekkers, maar online verhandelde melk wordt niet aan dezelfde tests onderworpen. Sterker nog, in deze link uit de New York Post
Men are drinking human breast milk to get ripped and fight cancer, but is it safe? Wordt verteld over de Netflix docuserie Unwell. Waar mannen moedermelk drinken om gespierder te worden en waar tevens Howard Cohen wordt benoemd in deze serie die al 20 jaar moedermelk drinkt. De man uit het allereerste artikel dat ik 5 jaar geleden vond die ik met jullie deelde eerder in deze video. Het artikel vermeldt dat moedermelk vaak wordt gekocht via loesje bronnen zoals Facebook, Craigslist, Reddit, etc. Wat de kans op besmetting vergroot. Zo vermeldt Mensheld. Uit een studie van Nationwide Children's Hospital bleek inderdaad dat van de 101 online gekochte monsters moedermelk 75% schadelijke ziekteverwekkers bevatte, terwijl 10% ervan doelbewust was versneden met koemelk of babyvoeding. Pas dus echt op met het online aankopen van moedermelk. Een ander belangrijk punt om goed over na te denken en wordt vermeld in meerdere bronnen is dat donormelk voornamelijk is bedoeld voor zuigelingen. En in het artikel dat ik eerder deelde over de vader Brown die de melk van zijn dochter drinkt, vermeldt ABC News medical contributor Dr. Mary Severt dat gezien het feit dat moedermelk een mogelijke behandeling wordt voor terminale kankerpatiënten, ze er nog graag op wijst dat er in het land niet genoeg donormelk is voor te vroeg geboren baby's. En omdat bekend is dat zij baat hebben bij moedermelk, moet daar de nadruk op liggen in plaats van op kankerbehandelingen. Maar gezien Brown zijn melk van zijn dochter krijgt nadat haar zoontje heeft gedronken, schiet er in dat geval natuurlijk geen kwaad. Maar ook in de link uit de New York Post, waarin wordt gesproken over de Netflix-docuserie Unwell, uit Katie Hint, een professor van de State University Center for Evolution and Medicine uit Arizona, haar zorgen. Er is niet genoeg donormelk voor baby's op intensive care afdelingen die het harder nodig hebben. Het is dus super belangrijk om je goed te beseffen dat je niet lukraak moedermelk online moet gaan kopen na het zien van deze video. Donormelk is bedoeld voor zuigelingen en moedermelk dat anders wordt aangeboden brengt risico's met zich mee. Voor mij en mijn vader gold in ieder geval baat het niet dan schaadt het niet en hij wist waar zijn melk vandaan kwam. Daarnaast laten al deze onderzoeken zien dat moedermelk onwijs bijzonder is. Mijn vader greep deze kans in ieder geval met beide handen aan. Omdat we nou eenmaal zijn eigen vlees en bloed zijn, vindt hij dit totaal geen raar idee. Ook zagen we zijn PSA-waarde, een marker voor het risico op prostaatkanker, dalen. Cohen vertelt in de Netflix-serie over hetzelfde verschijnsel en dat zijn ziekte sindsdien onvindbaar is. In het geval van mijn vader kunnen we helaas niet bewijzen dat het komt door het drinken van mijn moedermelk en die van mijn zussen, of dat het komt door de behandelingen die hij in het ziekenhuis ondergaat, of dat het ondersteunend is. Maar als moeder die nog steeds borstvoeding geeft aan een peuter, voel ik me door de berichten over Hamlet en het zelf waargenomen bewijs dat ik echt iets voor mijn vader kan betekenen, steeds meer een superheld. Moeders die borstvoeding geven weten dat moedermelk vloeibaar goud is voor onze opgroeiende baby's. Het kan een oorontsteking helpen genezen, eczeem en andere huidaandoeningen zoals babyacne en luieruitslag verlichten, snotneuzen verhelpen, een muggenbult niet meer laten jeuken. En de meeste moeders geloven dat het alles kan genezen dat je kleintje mankeert. En het idee dat meer vrouwen borstvoeding overwegen die dat kunnen, nadat ze zoiets moois als dit hebben geleerd, is overweldigend. Mede door het Hamlet-verhaal, zie wat het voor mijn vader doet en de artikelen die steeds meer bewijsvoering brengen, heb ik nog meer motivatie om mijn borstvoedingsavontuur door te zetten. Natuurlijk moet er nog veel meer onderzoek worden gedaan voordat je officieel kan zeggen dat je borsten een remedie voor de wereld kunnen zijn. Maar voor nu ben ik mega dankbaar dat ik mijn beide kindjes de beste start geef en daarnaast nog verlichting kan bieden aan mijn vader. En zoals Mats Persson, CEO van Hamlet Pharma, in het artikel Milking a Myth zegt: we hebben meer bewijs nodig, maar hopelijk kan dit zachte chemotherapie van de toekomst zijn. Meer artikelen deel ik onder deze video naast de eerder vernoemde artikelen. En mocht je na het zien van deze video nog met vragen zitten, schroom dan niet om je vraag hieronder te plaatsen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.
Doei!